Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie naar de laatste uitzending hebben gekeken. En uit de reacties heb ik gezien dat het inderdaad veel was en snel was. En ik had beloofd dat ik een stappenplan voor jullie zou laten zien aan de hand van andere voorbeelden. En wellicht maakt het dat wat makkelijker. Nou, hier is het overzicht van alle stappen die ik vandaag heb gedaan. Stap 1 is je ondergrond gaan zoeken en die vrijmaken. Nou, dat hebben we een vorige keer al gedaan, maar ik ga het toch nog een keertje laten zien. Dit is het origineel. En dit is het origineel. En als ik deze twee lagen weghaal, dan ga je dat ook zien. Je ziet dat hier die meeuw nog staat, die mensen staan hier. En die gaan we even verwijderen. Ik doe dat toch nog wel snel, maar ik laat nog heel even die korte stappen zien. Het allerbelangrijkste in eerste instantie is je uitsnede maken. Want zoals je ziet valt die meeuw buiten de uitsnede, dus hoef ik die niet te doen. Een uitsnede gaat altijd over de hele foto. Je kan nooit stukjes doen. Je klikt dan op de uitsnijdtool. En je kiest hier de verhouding. 16 op 9. En als je dat in dit geval doet, dan moet je hem een klein beetje naar boven slepen. Kan je gewoon met je pijltjestoets doen. Als je dat met je muis doet, is het heel moeilijk om hem terug op de plaats te zetten. Dus met je pijltjestoets is slim. De nieuwste versie van Photoshop krijg je die gekke hoekjes. Ik ben er nog niet achter hoe je dat weg kan halen. Dat vond ik in de vorige versie wel fijner. Nu klik ik erop en in principe kan ik die bovenste laag eventjes weggooien. Nou, zoals ik jullie had verteld, is het weghalen van de onderdelen, heb je de tool reparatie. Ga een beetje inzoomen. En nou, ik zet mijn laptop ervoor. Schuif naar rechts. En wat ik heel mooi kan doen, is haar omcirkelen. Ik gebruik altijd de reparatietool als eerst. Ik vind dat wel een hele fijne. Schuif dat een beetje door en plak deze erin. Best goed. De volgende. En selecteer ik met z'n tweeën. Ik let ook een heel klein beetje op deze gekke schaduw. En ook hier, nou, ik kies zelfs deze kant op. Ik vind dat op zich wel een leuke aanvulling op de grootte. Ik let heel goed op de horizon, dat die een beetje klopt, zie je? Nou, dat vind ik best netjes. Kunt u afvragen dat hier een klein donker vlakje zit. Cirkelen verplaatsen en dat helpt. Deze kan ik volgens mij niet helemaal voor elkaar krijgen, ook omdat je hier met die overloop zit. Dus hier pak ik de tweede tool en dat is de clone stempel tool. Die staat op 10%, op 10 zie ik. Ik zorg dat de dekking nog wel 100% is, zorg wel dat die zacht is. En met mijn alt-toets klik ik ergens op en dat plekje dat verplaats ik en zet ik er overheen. In dit geval ga ik het niet al te ingewikkeld doen. Want nu heb ik al een mooie horizon. Of strandrand, zo moet je het eigenlijk zien. Doe ik nog een keer. Dan ga ik me meer concentreren op de bovenkant. Dus ik ga hier de zeemeer weghalen. Maak mijn muis of mijn tool iets kleiner. Altijd iets vasthouden. En zo, de branding los ik nu op. Steeds in het cirkeltje kijk ik heel goed. En nu moet ik dat stukje nog oplossen. Nou, dat is nog iets kleiner. Ik pak zelfs gewoon deze. Maak mijn toeltje nog iets kleiner. Alt. En ik probeer deze een beetje zo door te trekken. Waar ik niet helemaal over tevreden ben, pak ik weer deze tool en dan ga ik gewoon overheen slepen. En zo repareer ik steeds stukjes. Hier zit nog een heel klein stukje van de zeemeel. Het is ook weg, zie je?
Niet te groot, niet te veel, maar let een beetje op harde overgangen. En combineer verschillende opdrachten. Nou, wijst zich vanzelf. Voor de rest laat ik toch heel eventjes jullie zelf oefenen. Als je naar weergave gaat, kun je een nieuwe hulplijn maken. Je kunt een hulplijn als je linealen aan hebt staan, ook hier uitgeslipt krijgen. Daardoor klik je op je liniaal, hou je muis vast en sleep naar beneden. Je kunt ook van links naar rechts een hulplijn maken. Het fijne is dat je die niet in je foto hebt zitten, maar juist heel makkelijk kunt gebruiken. Oké. Pak mijn tracktool. Het is een beetje gek, want je hebt allerlei andere tools. Met mijn control of command tool sleep ik gewoon die horizon een stukje omhoog. En in dit geval een stukje naar beneden. En door deze tool te gebruiken, kan ik deze hoek weer omhoog schuiven. En er toch voor zorgen door aan die hendeltjes te trekken dat mijn horizon weer terug op zijn plek terecht komt. Hij mag er daar een klein beetje uit en hij mag er hier een klein beetje bovenuit steken. Dan ben ik er. Dan is hij recht. Ik kan twee dingen doen. Ik kan deze vastpakken, weer terugslepen. En dat kan alleen maar als je in die verplaatsoptie zit. Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen: laat maar staan en ik pak mijn control punt komma. Dan kan je hem laten zien of verwijderen. En je kan ook gewoon zeggen: weergave, hulplijnen, wissen. Zijn ze echt weg? Oké. Nou, dit is gewoon een strand. Voor de rest mogen jullie zelf oplossen. Dit blijft een beetje een gek stukje. Je kunt altijd naderhand nog kijken van wat wil ik wel doen, wat wil ik niet doen. Maar voor nu is het heel mooi, leeg en netjes opgeruimd. Dus laat ik hem zo. Stap 1 heb ik keurig opgelost. Ook gekropt naar de juiste verhouding. En zoals ik al had geschreven, pixels verwijderen op het moment dat je kropt. Dat kun je hier aan en uitzetten. Oké. Dan ga ik nu stap 2 doen. Is de walvis slepen, opschonen en er een groep eiland van maken. Dat heb ik niet uitgelegd. Dus ik ga naar mijn onderdelen. Nou, zoals ik al zei, hè, netjes in groepjes verdeeld. Dus ik kan als het ware deze groepen weghalen. En dan heb ik hier mooi mijn schildpad. En die schildpad, die ga ik oppakken, vasthouden. En je ziet op het moment dat ik moet je wel je muis vasthouden, dan kan ik hem slepen en laat ik hem hier los. Ik moet hem iets groter maken. Ik zou eigenlijk een slim object moeten maken, maar op zich vind ik dit zo wel heel grappig. En misschien, oh sorry, voor het gevoel sleep ik er nog een. Die zet ik ietsjes schuiner, maak ik ietsjes kleiner. En dan heb ik er twee. Vind het misschien wel heel grappig om twee schildpadden in beeld te hebben. Als het ware vliegen ze nu mooi over het water heen. Best wel komisch. Goed. Mijn eilandjes. En ik had gezegd, ik ga er een groep van maken. En daarom heb ik er ook twee. Als ik nu de eerste selecteer en ik hou mijn controltoets vast, dan selecteer ik allebei mijn lagen. Je ziet dat ze een ander kleurtje krijgen. Nu kan ik naar die korte streepjes gaan en opzoeken nieuwe groep van lagen maken. Dat kan. Dan gebeurt dat ook, zie je. En dan opent er een nieuw scherm en dan kan ik ervan maken eiland. Zo. Ctrl-Z kan het ook anders doen en dat vind ik een handigere. De Ctrl-G te toetsen maakt hij automatisch een groep. En ik noem dit eiland. Super. Dus kan ik heel snel mijn eilandje even aan en uitzetten. Het handige van het maken van die groepen is dat je dan ook heel mooi
straks een opbouw kan maken. En als je even met een onderdeel niet bezig bent, is het makkelijk. Oké, ik ga deze schildpad gebruiken en daar ga ik iets op zetten. Ga ik weer naar mijn onderdelen. Ik sluit heel eventjes, er komt nog een hele leuke school vissen die je er nog bij kan plakken straks. Dus in plaats van vogeltjes, misschien wel heel grappig om die vissen in de lucht te laten fladderen. Ik zie heel klein, vind ik wel komisch. Een school vissen in de lucht. Zo, een beetje zoals een groepje vogeltjes. Hè? Ja, oké. Okay. Even onthouden. Zet ik hieronder neer. En ik vind ze misschien nog iets te kleurrijk, maar dan gaan we straks al oplossen. Oké, okay. De turtle. Ik ga deze weer inklappen, dicht doen. En ik ga naar mijn gebouwen. En nu sleep ik ze niet allemaal in één keer. Maar ik vind het wel heel komisch. Oh, ik zie dat ik per ongeluk die andere eruit heb gegooid. Dus ik gebruik nu eventjes deze. De trading post. En ik ga weer naar mijn drijvend eiland. En zet die hier neer. Maak die ietsjes kleiner. Bovenop de... Nou, die mag nog wel een heel stuk kleiner. Zo, zoiets. En ik ga hem spiegelen. De tekst kan je toch bijna niet lezen. Dus ik ga hier naar bewerken. Naar transformatie. En ik ga hem horizontaal omdraaien. Dan kan ik hem nog een keertje schuiner zetten. Want ik vind het natuurlijk wel een beetje gek. En ik gebruik nu ook weer deze tool. Ik vind het gek dat hij, daarmee kan ik hem een klein beetje in een bochtje duwen, zie je? Vind ik ook wel grappig. Oké, okay, het gekke nu is dat ik heb dat huisje gemaakt. Ik heb een klein beetje in een bocht gezet. Maar het valt een beetje gek op de schildpad. Dus ik ga hier een stukje kiezen. En dat heb ik niet voor gedaan. En wat ik nu doe, ik pak even gewoon een lasso tool. Slinger gewoon heel eventjes zo hier overheen, over het stukje wat dubbel geplakt is. En ik sta op een schildpad. Ik doe Ctrl Copy. En wat ik nu doe, ik ga nu naar bewerken. Naar plakken speciaal. En ik zeg op locatie plakken. En wat hij dan doet, is precies op dezelfde plek plakken waar hij al zit bij de turtle. Zo goed als op dezelfde. Hij moet eigenlijk precies op dezelfde plek plakken. Maar dat doe ik. Volgens mij doet hij dat zelfs niet helemaal. Dus als ik inzoom, ga ik hier naartoe. Ga ik een klein beetje netjes. Oh, nou ja, hij plakt netjes. Zo, oké. Ik zet er een masker op. Een gewoon masker. Pak mijn penseel. Ik heb nog steeds dat fijne, ietsjes hard. Een heel stukje kleiner. Oké. En wat ik nou ga doen met zwart, is hier dit stukje weghalen. Zie je? Vind je dat lastig? Kun je de veelhoeklasso toepakken. En nu ga je met die veelhoeklasso helemaal keurig hier langs die rand. Moet je een beetje denken aan dat zeezicht verhaal van de week ervoor. Graag moest van het vertellen. Ik zet die doezelaar altijd een heel klein beetje hoger. Want dit is al best netjes. Pak mijn kwast weer. Schilder dit stukje eruit. Netjes, hè? En nu komt er de schaduw. Nou, hoe doe ik dat? Ik ga eronder staan. Maak een laag. En in principe ga ik een beetje nadenken van hoe zou die schaduw nou vallen. Meestal pak ik daar een ovaal voor. En trek hier een ovaal. Ja. Ga die vullen met. Ga hem iets maskeren, dan is die alvast zachter, want nu is die wel heel hard. Ga hem doezelaar vast een heel stukje naar rechts. Nou, is het te ver. Zo ongeveer zetten. Oké. Okay. Helemaal goed. En dan ga ik hem gewoon vullen met zwart. Prima. En ik zet hem
Nou ja, het is een soort bruinig kleurtje. Op vermenigvuldigen. Oké, ctrl D, dan haal ik de stippellijntjes weg. En nu ga ik hier naar deze tool. En nu kan ik hem draaien, want hij stond natuurlijk een beetje gek. En ik zorg dat hij onder die vin zit natuurlijk. Hè? Zoiets. En dan ga ik nog iets anders laten zien. Mijn shift-toets hou ik vast. Dan kan ik de hoeken meer uit laten rekken, zie je? Deze wat platter gooien. En ik hou mijn controltoets vast nu. Om hem nog meer op maat te krijgen. Kan hij alle kanten opgetrokken worden. Zo. Net zolang ik ook zoiets heb van, hey, dit vind ik goed. Dan ga ik expres daar een stukje overheen. Want ook hier werkt, als ik weer zo'n uitknipmasker maak. Dan valt hij alleen maar op de schildpad en niet meer erachter. Niet meer op de lucht. Ik vind hem dat hij... En nou ben ik wat nauwkeuriger. Nu vind ik pas dat hij klopt. Oké. Heel klein beetje te veel. Dan hadden we het penseeltje of de gum voor. Die zit hier. Zo, logischer. Zo, super. Schaduw. Nog een beetje passen maken. Zo, zie je. Helemaal goed. Komt ook nog een beetje de tekeningen doorheen. Dus die is klaar. Eén mooi huis. Ja. En nu kan ik de tweede schildpad er ook bij pakken. En nou, wat zal ik daar eens op maken? Dan ga ik weer naar mijn onderdelen. Die staan hier. En dan kies ik, nou, wat is nou leuk? Oh, ik ga er ook zo'n oud huisje op zetten. Maar dan het andere oude huisje, deze, die hebben we ook nog niet gebruikt. Huppakee, daar naartoe slepen. Best een groot oud huis. Ietsjes kleiner maken. En die handeling, ik ga inzoomen. Al die stapjes die ik net heb gedaan, moet ik nu nog een keer opnieuw doen. Die ga ik even zonder geluid doen en een beetje versnellen. Oké. Klaar. Hartstikke leuk. Wat ik eigenlijk nu doe, nu heb ik die twee huisjes gemaakt. Ik heb laten zien hoe je dat moet doen. Ik moet natuurlijk nog die touwen maken. En omdat ik nou die voorste vin erbij heb moeten maken, zie je die. Ga ik hier even op klikken met mijn rechtermuistoets. Maak die even groen. En doe dat bij die andere vin ook. Volgens mij is dat deze. Groen. En waarom doe ik dat? Omdat het heel lastig is om te lezen wat hierachter staat. Dus ik kan het wel allemaal namen geven, maar ik zie er eigenlijk geen klap van. En ik heb mezelf aangeleerd om schaduwen eventjes rood te maken. Dat is makkelijker. Dus dan weet ik, hé, daar zit een schaduw. Daar moet ik zo onder gaan zitten. Als ik nou hier een laag maak en ik noem die touwen. Dan klopt dat beter. Oké, ga inzoomen. Pak mijn penseel. Zet de hardheid even op 100%. Kun je ook deze nemen. Nu kan ik even kijken. 9 is in dit geval best wel netjes. En pak even het. Of ga hierop staan. En kies een kleur die een beetje in de buurt komt. Misschien vind ik dit wel een leuke kleur. Of misschien wel een beetje bruinrood. Ja, zo. Die vind ik wel leuk passen. Maar hier doen we hetzelfde als de vorige keer. Ga hier staan. Hou nu mijn shift-toets vast. En ga een beetje hier naartoe. Klik hierop. Shift-toets vast. En ga hier naartoe. En omdat die vin daar overheen geplakt is. Oh. Ik pak hem hier zelfs. Met mijn shift-toets ga ik daar naartoe. Dit stukje haal ik zo weg. Daar naartoe. Hier gaat hij een beetje over die vin heen. Dus daar moet ik nog een klein... Ja, hier kan ik heel weinig aan vastzetten.
ga even hier ingummen. Daar kan ik zo overheen gaan, zie je. Dan heb ik er weer terug. Hier moet ik het net andersom doen. Grap, zo kan je ook weer heel makkelijk zo je touw weghalen. En dat doe ik hier ook. Zo. En daarna ga ik weer naar mijn touw. Het is wel een beetje heen en weer floepen, dat zie je wel, hè. Pak mijn gummetje. En wat ik de vorige keer tegen jullie zei. Maar dan moet hij wel op 100% staan, anders gaat dat voor geen meter. Gum ik dit gewoon het te veel weg, zodat het net lijkt alsof hij vast zit. Dubbelklik op mijn touwen. Dan krijg ik dit scherm. En dit zijn laagstuin. Er zijn allerlei dingen die je op je voorbeeld kan doen. Ik ga deze een beetje omhoog schuiven. Zo. Dan kun je het net zien. Zo. En wat wij gaan doen is de laatste optie. Slagschaduw. Je ziet hem, hè? Ik ga een andere hoek doen. Vind ik hier iets logischer. Ik zie ietsje meer afstand. Daar zit hij, zie je. Hoppakee. De schaduw. Oké. Wel heel even zorgen dat je met je kwastje even al het teveel ook echt weghaalt. Zie je. Want anders dan geeft hij schaduw op plekken die dan niet horen. Oké. Heel goed. De touwen. En nu de laatste stap van die touwen was weer een nieuwe laag. Eerst ging ik dat wiebelen doen, hè? Dus ik ga weer op de laag touwen staan, ga naar filter, uitvloeien. Ik ga een heel klein beetje nadenken hoe die bocht precies loopt. Als ik inzoom, kan ik dat ook opzoeken door een beetje naar beneden te scrollen, hier in deze tool. En even het achterscherm eroverheen te zetten en dan kan ik eigenlijk zeggen, oké, ik moet een beetje die kant optrekken. Zet ik mijn achterscherm uit. Dan zie ik dat dat al heel snel gebeurt. Ook hier mag de tool best wel een beetje groter. Dan is het een beetje een gevoel van, hoe krijg ik hem nou lekker in een bochtje? Het is een hele rare tool, want je moet precies de juiste afstand hebben. Wil het werken? Nou, ik ga gewoon nog een keer terug. Uitvloeien. Van deze een beetje gek vallen. Ik doe het gewoon zo. Oké. Nou, ja, logisch. Oké. Dan had ik die laatste, deze laag, met die, dat doordrukken, weet je wel. Bedekken maak ik daarvan. En ik zorg dat ik zwart en wit heb. En met mijn zwart, ik moet wel even zorgen dat ik een zachte tool heb. Huppakee. Met 0% hardheid. De storm mag niet al te hoog zijn. Hier zit schaduw. Laat ik hier overheen vallen. Hier zit schaduw. Daar zit schaduw. Misschien hier nog. Echt veel lichte plekken zitten er niet in. Misschien moet je die juist een beetje klein maken. Zo. En ook hier. Uitknipmasker maken. Werkt altijd. Zie je? Ik had misschien de touwen iets donkerder mogen maken. Maar goed. Oké, nou, dan doen we hetzelfde doen we bij de tweede turtle. Dat is deze. Hups. Touwen. Is leuk, hè? Kan je het nog een keer terugzien? Ietsje hoger. En nu ga ik de touwenkleur heel donker, veel donkerder maken. Film me deze richting. Zo. Hard. Dan had ik bij die 9, maar deze mag een stukje kleiner. Want die turtle is kleiner. 6. Dus ook hier. Shift. Hoppakee. Ah, misschien doe ik hem hier nog een stukje vast. Zo. Helemaal goed. De touwen. Dubbelklikken. Schaduw erop.
laat ik gewoon lekker staan. Stond net ook goed. En ik kan hem nog een klein beetje gaan bewegen. En ik kan hem nog, hè, misschien om de nek, als je goed kijkt, uitvloeien. Mag die wel een klein beetje bewegen. Het is een beetje gevoelig. Die anderen zijn daar toch te klein voor. Zo, zie je? Helemaal logisch. Ik ga hem niet lichter en donkerder maken. Ik geloof het zo wel. Ik vind hem al goed. Dus, huisje zit er vast. Je zou hem hier ook nog aan deze kant met die touwen ook nog hier zo kunnen verbinden. Hè? Maak daar nog een tweede touwtje van en daar naartoe. Hups, dan zit hij op twee punten vast. Zo kan je daar je eigen vorm aan geven. We hebben nu een hele hoop en alles zit een beetje door elkaar. Dus in mijn eiland met mijn touwen zijn die. Wat ik nu doe, is die school vissen, die haal ik eruit, sleep ik helemaal naar boven, dubbel daarboven. Want die ga ik zo meteen ook nog donkerder maken. Die vind ik leuk, maar ik vind ze veel te licht van kleur. Dus daar ga ik straks nog wat aan doen. Dit heb ik gedaan. Ik heb die groep gebouwen, daar heb ik de losse gebouwen uitgesleept. Oh ja, die zeemeeuw, die kan ik ook nog wel toevoegen als ik zou willen. In plaats daarvan heb ik de vissen in de lucht gemaakt. De touwen heb ik toegevoegd, dus die stap 4. En ik heb de schaduw toegevoegd. Dus we zijn op dit moment al stap 4. Okay. Nu is het wel heel leuk om een beetje voor voor- en achtergrond te gaan zorgen. Dus ga ik de buildings dichtgooien en ik ga naar de bomen. Dan heb ik maar één soort boom. En ik vind eigenlijk deze wel heel leuk, om die als één boom een beetje te plaatsen. Even qua maat veranderen. En nu is de vraag van, ja, waar moet je die dan neerzetten? Moet die misschien hier neerzetten? Zo toch mooi in het zand. Een beetje vind ik het misschien ook wel leuk om die gewoon zo ervoor te zetten. Iets rechter. Dan zet ik hem daar neer en ik ga mijn eiland. Oh. Automatische selectie uitzetten, anders kun je geen groepen slepen. Zie je? Ik laat mijn eiland zo heel mooi hier tussen vliegen. En dan zie ik wat dat de. Deze weer verschoven is. Waarom die dat doet, mag je eens weten. Ah, ik zie het al. kan ik wel uitleggen. Oké. Ik moet hier even het slot weer tussen zetten. Dat is per ongeluk uit verdwenen. Oké. Ik ga naar het eiland, kijk nog even goed, automatische selectie staat uit. En ik ga de twee eilandjes verplaatsen, vind ik leuker. Nu zit hier in deze faal heel klein foutje, als je goed zit, zie je hier een streepje. Dat kan je eruit halen door hierop te dubbelklikken. Een gum te pakken, want je kan hem niet zien hier, want hij zit precies aan de rand. De gum groter maken. En gewoon heel even hier over die rand te gummen. Als je nu Ctrl-S klikt, deze sluit, ben je van je streepje af. Zie je dat? Oké. Goed, een boompje hier. Misschien toch stiekem aan de andere kant de tak erbij. Is toch wel leuk, hè? Laten we die zo lekker uit het kader komen. Zo. Mag je wel kleiner, anders ziet hij er heel gek uit. Zo. In dit geval vind ik hem anders niet kloppen. Ik moet hem nog op het strand zien te plakken. Zie je dat? Nee, ik vind hem mooi in dit geval. Maar ik laat hem heel even staan, want misschien krijgen we straks wat weer beter. Laag 5 en laag 0. Dat zijn je bomen. Ctrl G.
Dubbelklik op de tekst. Bomen. Oké. Die zitten er aardig in. De visjes zweven. De bomen zien er nog niet lekker uit. En dat was op zich, ging dat ook best wel snel. Maar het is wel een hele leuke. Twee manieren om te doen. De makkelijkste manier is op de laag te gaan staan. Op het gedeelte wat binnen de witte lijntjes valt. Ctrl vast te houden. En dan krijg je een handje met een gestippeld rechthoekje. Daar klik je op. Nu ga je naar volle kleur. En dan kan je zelfs nog een heel klein beetje je kleur bepalen. Misschien klik ik, wat een goede is bijvoorbeeld, is hier in te klikken. En dan een beetje te zoeken naar een tint. En zeggen van nou, dat valt mooi in de juiste donkerte. Dan kies ik niet bedekken, maar vermenigvuldigen. Dan gaan we een slip zien. En dan zie je ook meteen wat er gebeurt. Hè? Het klopt redelijk, de overlapping. Hij is nog een beetje hard. Nou, dat is het leuke van een masker. Die kan je in eigenschappen kan je aanpassen. Je kunt hem zelfs ook nog bijwerken met selecteren, vergroten, omkeren. En ik vind het wel leuk om hem een beetje wat zachter te maken. Het is natuurlijk best een beetje avondlicht dat we straks gaan creëren. En als het dan heel hard is dat verloopt, dan klopt het niet. Deze vind ik wel leuk. En nu is de truc van dat uitknipmasker. Alt-Ctrl-G. En dan valt het ook echt alleen maar op de lagen onder. Dus op de tak. Nou, even heel snel doen we hier ook. Ctrl, selecteren, volle kleur, gewoon dezelfde kleur, is helemaal prima. Huppakee, maak hem zelfs iets donkerder. Het uitknipmasker maken, hier valt iets meer licht. Ik ga weer naar vermenigvuldigen en nu ga ik hem ook verplaatsen. Zo, een beetje naar achter schuiven. Dus het licht komt van de zijkant en een beetje van achteren. Klik op mijn masker. Schuif mijn doezelaar uit. Zoiets. Ja, helemaal goed. Om dit weer straks terug te vinden, rechtermuistoets rood. Dan weet je uit je hoofd, ah, schaduw, daar zat hij. Het is makkelijk als je het weer uitklapt. Super gaaf, super grappig. Het feit dat deze net een andere kleur heeft, kunnen we altijd nog aanpassen, omdat het een, en dit is wel heel leuk, een kleurkiezer is. Dus als ik hier nou in ga zitten, zie je, ter plekke verandert hij. Dus als ik hem iets te licht, iets te donker vind, kan ik hem gewoon zo aanpassen. Daarom is dit handiger dan het gebruik van een simpele laag en dat vullen. Nu kan je het aanpassen naar smaak. Oké. Goed, de volgende stap die we nog moeten doen, is de verbinding. We hebben dit, we hebben dat, ze vliegen leuk. Ik ga hierboven overheen, nieuwe laag, ga kiezen voor kleur opzoeken. En dan hadden we in het voorbeeld hadden we gekozen voor de Late Sunset. Dat werkt eigenlijk ook voor deze en dat komt ook wel hierdoor. Maar we zullen eens voor de grap gaan kijken of we een andere kunnen vinden. Wow, futuristic bleak. Ik vind deze ook wel heel gaaf. Heel futuristisch. Dan kunnen we nog wat andere dingen doen. Dat gekke bleke licht mag hier ook weer in. Nou, wat doe ik nu? Ik ga kiezen voor een volle kleur. Nou hadden we hier een beetje zo'n zacht gelig licht. Ga ik gewoon gebruiken. En ik ga dit masker omdraaien door daarop te staan. Ctrl-Command-I te gebruiken. Dan draai ik het om. Een andere oplossing is eerst het licht maken. En dan daarna kiezen. Dus ga een beetje voor mezelf richting bepalen. Het komt een beetje van deze hoek. Het is heel diffuus. Dus ik pak hier mijn veelhoeklasso. Ik begin hier ergens. En ik zeg oké, ja, hier mag zo licht vallen. Je kunt ook gewoon die strepen zo maken. Streep 1. En met de plus toets kan je gewoon je strepen
zo toevoegen. Ik laat de zon een beetje zoals een plasje hier vallen. En ik laat misschien nog een lange straal daar vallen. Vind ik ook nog wel grappig. Kijk daarna wel hoe ik hem ga mengen. Misschien ook nog eentje zo. Hier zo. Op dit stukje. Het is leuk hè, dat je dat gewoon zo kan invullen. Emmertje omdraaien. Gieten. Oh, control. Oké. Doe het fout. Ga hieronder staan. Ga naar de volle kleur. Kies volle kleur. En nu kies ik weer zo'n fijn, beetje gelig kleurtje. En nu kan ik het zelfs zien, hè. Want nu kan ik zelfs zeggen, oké, misschien is het wel gaaf als dat ook een beetje zo'n gekkig, mysterieus blauwig licht is. Ik weet het niet, hè. We kunnen het altijd weghalen. Of misschien nog wel juist veel. Ik denk toch dat we eerder in deze beetje dat groenige mag hier wel. Het hoeft niet warm, het moet juist koel. Maar het moet wel een beetje in die gele hoek blijven. Oké, deze kies ik. Grappig. Hier ga ik opstaan. En nu ga ik die doezelaar aanpakken. En ik vind dit zo'n tovenarij. Moet je kijken hoe grappig dit is. Oké. Alleen de vraag waar die moet komen. Hij moet wel hierop komen. Ik ga hem nou schuiven. Wat gebeurt als hij achter het eiland valt? Niet in het eiland, erachter. Zorg dat je dubbele lijntjes hebt. Kijk, vind ik eigenlijk wel logisch. De bomen moeten naar voren. In dit geval hoeft dat niet. Dus misschien wil ik hem wel over de bomen heen. Valt hij daar lekker. En door hem nu te blenden, krijg ik er nog meer gevoel in. Ik blijf erbij. Dat hij misschien zo ook wel aardig is. Ik vind het een beetje gekke kleur. Dus ik ga nu even met de kleur spelen. Wat geler. Ja, wat warmer. Dit vind ik mooi. Zie je? Kijk eens hoe. Wat een gaaf licht krijg je nu. Mooi. Ik kan altijd nog strepen erbij maken. Dan moet ik weliswaar een beetje gaan aanpassen. Een hele zachte kwast. En een hele lichte stroom. Kan ik zeggen, oké, hè. Ik wil hier toch nog een beetje zo een bundeltje erbij. Kijk eens hoe gaaf. Hier misschien. Heel anders als net, hè. Ik denk wel dat ik het mooier vind als ik op de turtle iets minder licht heb. Dus ik ga nu met donker eroverheen. Ga hier het licht een beetje weghalen. Want we hebben tegenlicht, hè. Dan moet je die schaduw wel op logische plekken laten vallen. Ook hier mag die iets minder. Heel, heel andere sfeer. Wel heel licht. Misschien kunnen we eens kijken. Want ik weet dat er bij dat kleur opzoeken ook hele mooie nacht. Horror blue. Nee, dat vind ik een hele gekke kleur. Maar ook bijvoorbeeld een moonlight kleur zit. En die zou ik natuurlijk kunnen gaan kijken wat er gebeurt als ik daarmee ga blenden. Wow. Leuk, mooi. Heel even kijken waar ik hem dan precies wil. Wil ik hem over... Maakt het iets uit als ik hem eronder zet? Wil ik hem alleen op de... Op alles behalve op het eiland. Dat kan. Laat ik hem hier staan. Dus dan kan ik zeggen. Ik wil hem misschien niet op de bomen.
aan de ondergrond. Dus ga ik deze zo even weghalen. Ctrl G. En nu ga ik hem heel grappig weer als uitknipmasker gebruiken. Nou, dat werkt niet. Doen we het anders. Haal het uitknipmasker weer weg. En dan kan ik eventueel de effecten gaan verminderen. Dus ik ga nu het wat zachter maken. Net zo lang, totdat die ondergrond toch mooi erdoor komt. Hey, ik vind dit gaaf. Ik vind dit een heel leuk effect. Heel anders. Daar hou ik van. Deze groep hoeft niet. Dus ik ga zeggen groep opheffen. Lagen degroeperen. En wat ik nog heel even ga doen is de connectie van het eiland. En dan ben ik alweer klaar. Ik ga schaduwen toevoegen onder de turtle. Dus hier. En ik ga heel even nadenken hoe zou de schaduw van zo'n turtle nou vallen. Ga ik jullie een trucje leren die ik de vorige keer niet heb gedaan. Ik kies, even kijken tot hoever. Dan ga ik even de turtle selecteren. Dat is vanaf hier naar daar. Ctrl G. Dan ga ik hem even uitzetten om te kijken of ik alles heb. Ja, dat is 1. Grote schildpad. Pad, oké. En de rest is tot hier. Dan hou ik mijn shift vast. Kan ik het in één keer doen. Dat is kleiner. Nee, nee, S. Want anders moet ik wel heel veel typen. Oké. Ik ga hier een kopie van maken. Ik ga die groep samenvoegen. Dan wordt het één laag. Schuif ik hieronder. Ga ik, maakt op zich niet zo heel veel uit, selecteren. Maak een nieuwe laag aan en die ga ik vullen met zwart. Dit is de meest accurate, maar meest ingewikkelde versie van het maken van een schaduw. Oké, Ctrl D. Die schaduw ga ik... Oh. Nee. Die schaduw... Ctrl D, dan haal ik de stippenlijstjes weg. Die schaduw ga ik... verticaal omdraaien. Ik wil namelijk dat die ondersteboven komt. Ik ga hem naar beneden schuiven. En dan is het een echte schaduw. Zie je, ik zorg dat hij, als ik hem precies eronder schuif, dan wil ik eigenlijk dat die schaduw, ik laat hem expres nu hard, het is makkelijker om hem te verkleinen. Ik denk dat hij ongeveer hier valt. Nu ga ik naar vrije transformatie, perspectief. En ik schuif hem in perspectief. Dus in dit geval de makkelijkste. Als daar het water ligt, dan ga ik naar mijn shift tool. Oh, sorry. Dan moet ik terug. Met mijn shift tool kan ik hem weer in elkaar gaan klappen. Oké. Dus even oké zeggen, anders blijft hij in die... Hoppakee. En gaan plat maken. Nog platter maken. Met mijn controltoets trek ik hem zelfs nog iets meer in de schaduw. Dan gaan we nog platter maken. Ik denk dat als dit de schaduw is, dat dit klopt. Maar hij moet blurry. Filter. Vervagen. Gaussiaans vervagen. Nooit. Shift, en hij moet breder, platter. Maar je ziet wel dat ik nu dat vleugelverhaal ook in de schaduw heb. Ik ga kiezen voor vermenigvuldigen of bedekken. Moet ik altijd even nadenken. Bedekken vind ik mooier. En ga de vulling lager zetten. Kijk, dit mag best een beetje pittig, want die zon die komt daar vandaan. Dan ga ik hem een klein beetje daar zetten. Heel gaaf. Hey, en het leuke is, eigenlijk is voor die turtle die schaduw hetzelfde. Dus ik ga deze kopiëren.
Klap mijn kleine S uit. Schuif die daartussen. Hoppakee. Verplaatsen. Beetje kleiner, denk ik. Hoppakee. Ietsjes draaien, want dat had ik ook gedaan. Zie je? En dan mag die helemaal hier. Ik denk zoals hier. Shift. Platter. Ik denk dat deze twee schaduwen geloofwaardig zijn. Maken we even rood voor de zekerheid. Dan weet ik wat het is. Oh. Rood. Hoppakee. Goed. Hij zit niet in het vak. Soms, dat vind ik altijd heel lastig. Dus ik schuif hem één tintje omhoog. En als hij daar springt, dan zit hij gelijk. Zit hij er wel in. Hier zit hij er wel in. Zie je dat? Oké. Dus, een eiland met de schaduwen. Altijd zoeken. En wat nou nog de laatste stap is, is het water. Hè? Dus ik pak hem hier. Maak een laagje ertussen. Misschien moet ik die wel tussen de schaduw plaatsen of anders doen. Ga naar mijn penseel. Kies dat water. Als het goed is, heb je dat gezien. En anders is het heel simpel. Hier naartoe. Penselen importeren. Zet hem erin. En dan zie je dat hij helemaal onderin staat. Als een cloud. Ik laat hem zo groot. Misschien in dit geval ga ik hem zo meteen wat kleiner maken. Daar klik ik eerst even dat scherm met mijn bracket haken. En ik heb het idee dat hij iets schuiner mag. Zie je? Zodat het net lijkt alsof het water daar valt. Huppakee. De stroom mag iets hoger. Dan. Het is wel gaaf. Het is net of dit ervan afvalt. Zie je dat? Ik doe die hier ook. Nog een keer bij mijn andere turtle. Waarom doe ik dat daar? Omdat hij dezelfde vorm een beetje houdt. Dus ik laat hem hier ook eventjes lekker vanaf kletsen. Zo, dan ga ik hem draaien. Draaien. Nog verder. Oké. Maak hem iets groter. En nou is de stroom nog niet helemaal hard. Ctrl Z. Zet ik hem iets terug. Dan zal hij wat minder snel reageren. Hoppakee. Helemaal goed. Gaaf. Misschien nog een keertje daar. Nee, Ctrl Z. Dan moet hij nog verder terug. Laat hem maar eens heel weinig klikken. Zo. Logisch. En water is blauw, hè? Hier is die. Oké. Die laag kopiëren. Schuif je over de turtle heen. En dan zoek ik naar een mooie blend mode, zodat hij er een beetje doorheen valt. Zie je dat? Vind je te veel? Maak je een kwast. Pak je toch weer, voor de grap, je water. En gewoon er zo eventjes overheen. Voor het te veel. Zie je? Deze is klaar. Die andere, ik heb nog de kleine turtle. Hetzelfde. Even kijken hoor, want ik had het water in die kleine turtle. Had ik die nou op de verkeerde plek zitten? Ja. Die moet daaronder. Zie je? Dan ga ik hem kopiëren. Handig hè, als je dingen kleuren geeft, want dan weet je een beetje waar je blijft. Zeker als je aan het kijken bent. Ik heb nog steeds mijn gummetje, zie je dat? Dus ik gum hier nog een stukje uit. Ik pak die onderste. Ik vind dit een veel te hoge. Doordat ik dat gewoon dan met deze doe.
Totdat je het mooi vindt, hè? Dat is de truc. Haal weg, haal weg. Vind niks. Je kunt ook weer toevoegen. En dat ik hier nog een klein donker stuk over mag laten vallen. Nou, ik vind hem leuk. Het enige wat ik nog heel graag zou willen over het hele geheel is een vignettering. Haal je alles ook nog even bij elkaar. En ook die zit erin, heb ik niet laten zien. Dan moet ik even gaan zoeken waar dat ook weer zat. Een vignettering gaan we zo doen. We gaan een verloop maken. Dubbelklikken we hierop. Is ook iets wat we al een keer eerder hebben gezien, hè? Gaan we niet lineair doen, maar radiaal. Zit hij een beetje in het midden, zie je. Hier omkeer. Oh. Omkeer. Daar begint wat op te lijken. Oké. Okay. Vermenigvuldigen of bedekken. Oké, ik vind hem wel goed. Dan ga ik er eventjes een slim object van maken, want dan kan ik hem bewegen. En met de shift ga ik hem uittrekken, zodat het een echte vignettering wordt, zie je. Beetje naar beneden. En zo. En dan ga ik nog één keer de boel knippen. Nee, ik doe het anders. Wacht even. Ja, ik ga nog één keer de boel bijsnijden. Enter. En dan zeg ik oké. Okay. En dan komt omdat die vignettering, dat ze veel van vignettering weg wil hebben. Nou, super grappig. Super leuk. Mooie sfeer. En een heel ander verhaal. Dus ja, als je geïnspireerd raakt, kijk even stapjes terug. Ik loop er nog één keer doorheen. We hebben uiteindelijk dat licht nog toegevoegd. We hebben die connecties gemaakt in stap 7. Stap 6 hebben we niet Late Sunset gekozen, maar iets anders. We hebben het water gemaakt en zijn een beetje door onze foto heen gegaan om te kijken van kunnen we er nog iets anders van maken. Superleuk wat je met een turtle kan doen, met een schildpad. En als je dat dan vergelijkt met dit verhaal, denk ik dat het heel erg leuk is om te zien dat je echt heel veel verschillende manieren en met kleine ingrepen, hè, want de huisjes hebben we gehad, dezelfde ideeën, hebben we het een beetje verbouwd en hebben we dit ervan gemaakt.